Op de E19 ter hoogte van Kontich werd vannacht gestart met het uittrekken van de al afgezaagde verlichtingspalen. Ook de exemplaren die wel nog overeind staan, worden geveld. De palen, zo'n 16 meter hoog en 800 kilogram zwaar, worden doorgelast. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Krevits, liet begin 2011 al tientallen verlichtingspalen verwijderen, nadat in 2011 een doorgeroeste verlichtingspaal was omgevallen. Meer dan 2 jaar ontsierden de stompjes van de afgezaagde verlichtingspalen de snelweg. Het is een volledige vernieuwing eigenlijk. Dat betekent dat de bestaande palen worden weggehaald en vervangen door nieuwe, een totaal nieuw model. Maar tegelijk halen we ook de bekabeling weg en die wordt gerenoveerd. Er zullen nu minder verlichtingspalen geplaatst worden. De afstand tussen de palen wordt dus groter en er zullen ook minder lampen branden. De nieuwe verlichtingspalen krijgen een natriumhoge druklamp met een vermogen van 250 watt. In de toekomst kan zo nog overgeschakeld worden naar LED-verlichting. We gaan naar een volledig vernieuwde, veel modernere verkeersverlichting langs de E19. We kiezen voor nieuwe lampen die 6 jaar gaan meegaan, dus dubbel zo lang als de bestaande, die ook dimbaar zijn en dus volledig aangepast zijn aan de noden van de moderne weg. Tussen Machelen en Kontich zullen op een traject van 80 kilometer zo'n 1800 verlichtingspalen vernieuwd worden. De eerste nieuwe lichten worden eind november al verwacht. Voor deze werken, die zo'n 4 jaar in beslag zullen nemen, trekt de Vlaamse regering 10 miljoen euro uit.